kan vaak de shows van andere YouTubers of evenementen waar ik ben, kan ik niet zien. En ik snap dat mensen het heel erg leuk vinden, maar die paarden staan hier ook gewoon voor hun rust. Maar het gebeurt mij dus best wel vaak dat ik denk, oeh, die show wil ik zien. Oeh, die show wil ik zien. Oh, laat maar zijn tegelijkertijd. Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video op Leanne Abigail. Voor als je nieuw bent, welkom. Op dit kanaal maak ik allerlei video's over paarden. En deze keer heb ik weer een struggles video voor jullie. En dit is een video waarin ik een aantal struggles over een bepaald onderwerp met jullie ga delen die ik heb. En dit keer is het aan de beurt paardenevenementen. Mijn struggles op paardenevenementen. Ik ben met Abby al meerdere keren bij paardenevenementen geweest om show te geven. En ik ben er soms ook wel eens zonder Abby. Ik ben meerdere keren op Horsenet geweest. Ik ben Paard YouTubers Live Event ben ik geweest. Paard en Plezier. En als je regelmatig naar paardenevenementen gaat, krijg je op een gegeven moment wel een beetje dingetjes die je gaan opvallen van, oh, dat is best wel irritant. Of dit is best wel een struggle tijdens zo'n evenement. Als je shows geeft, maar ook als je gewoon er bent als bezoeker. Dus die ga ik vandaag met jullie delen. Laat in de reacties natuurlijk jouw struggles ook meteen achter. Zodat we iedereen zijn struggles met elkaar kunnen delen en misschien wel oplossing kunnen vinden. In ieder geval, blijf kijken als je benieuwd bent naar mijn struggles op een paardenevenement. Struggle nummer 1. En dit is vooral op horse event gebeurd bij mij. Namelijk mensen die heel traag lopen voor je neus. En het is ook irritant als je bijvoorbeeld in een hele drukke stad bent of een kerstmarkt. Gewoon overal waar veel mensen zijn, is het gewoon heel erg irritant als mensen voor je lopen, maar ze heel traag lopen. En het is vaak niet eens hun schuld, maar het is wel gewoon heel erg irritant. Als je gewoon loopt, wil je gewoon lekker doorlopen. Ik ben iemand die best wel snel loopt van zichzelf. En dat heb ik niet per se als ik langs allemaal kraampjes loop. Maar als ik gewoon een doel heb om naartoe te lopen. Bijvoorbeeld afgelopen jaar was het dan naar stallen. Voor degenen die nog nooit op horse event zijn geweest. Het is echt een enorm terrein. Daar kan je echt 10 minuten rondlopen. En dan ben je misschien net de helft. Maar als je dan gewoon rechtdoor naar de stallen wil. En er lopen allemaal mensen zo lekker sok, sok, sok. Dan duurt het gewoon heel erg lang. En zeker afgelopen jaar natuurlijk met die modder. Duurde het nog langer omdat iedereen wegzakte in de modder. Na 1 seconde denk ik weer, oké, boeien, we gaan weer verder. Maar op dat moment is het gewoon een beetje irritant. Nummer 2, iets wat daar een beetje bij hoort. Namelijk de drukte op een paardenevenement. En wat ik heel vaak gewoon heel erg gezellig vind. Maar soms is het ook wel een beetje van, het is wel heel erg druk hier. Of sta je bij een piste en dan staan er allemaal mensen voor je. Dus dan kan je niks zien. Of de hele tribune is het vol. Het is gewoon soms een beetje irritant dat je denkt van, waarom zijn er zoveel mensen? Of wil mijn kraampje kijken? Het hele kraampje staat vol. Dus drukte is ook wel een beetje een struggle. Maar ja, het is natuurlijk ook wel weer heel gezellig. Iets wat ik heel erg irritant vind op een paardenevenement. En dat heb ik zelf met Abby bijvoorbeeld niet per se meegemaakt. Maar ik heb het wel een paar keer gezien. Dat mensen geen rekening houden met de paarden die langslopen. Soms dan lopen er bijvoorbeeld paarden en die zijn een beetje onder de indruk van de hele entourage. Van het hele evenement. Vlaggen, mensen, kraampjes. Grote bakken, hekjes, veel muziek. En die zijn daar een beetje van onder de indruk. En dan gaan mensen niet aan de kant voor dat paard. En dan loop je daar met zo'n paard die bijna begint te springen van de adrenaline. En de mensen die staan dan gewoon een beetje schaapachtig naar te kijken van, oh ja. En dat is echt een paar keer maar gebeurd. Dat is echt niet zo dat het altijd gebeurt. Want vaak is het juist dat paarden mensen heel erg goed rekening houden met paarden. Maar soms dan ben ik juist van, jongens, dit is een paardenevenement. Hier zijn paardenmensen. Dan zou je toch wel moeten weten dat dit paard er even door moet, zeg maar. Nummer 4. En dit is iets wat ik als demogever, als ik met Abby zeg maar op een evenement ben, wat mij erg opvalt. Namelijk dat bezoekers zomaar de stal inlopen. Het is natuurlijk super lief bedoeld en mensen willen gewoon je paard zien en aaien. Maar Abby heeft vaak tijdens een evenement al best wel een indrukwekkende dag. Ze moet mee met een show waar allemaal mensen staan te kijken. Ze moet natuurlijk over zijn evenement lopen. Ze staat opeens een nacht in een andere stal. Ze ziet allemaal andere paarden. Het is best wel indrukwekkend natuurlijk voor zo'n paard. Ze zijn ook best wel vermoeiend zo'n dag. Je wordt elke keer uit je stal, in je stal, uit je stal, in je stal. Zeker als je meerdere demos geeft, zoals voor mij afgelopen jaar voor je event. Dat is best wel vermoeiend voor zo'n paard om daar dan in mijn geval 3 dagen te staan. Het is ook gewoon lekker als je paard op stal even tot rust kan komen en gewoon rustig kan staan. Bijvoorbeeld bij het raampje kijken, ja, dat vind ik niet heel erg. Ik bedoel, als mensen maar niet Abby gaan voeren of zo, vind ik het prima. Die willen ook gewoon Abby een keertje in het echt zien, zeg maar. Maar het is heel irritant als mensen zomaar naar binnen lopen de stal in, want dat is helemaal niet de bedoeling. En ik snap dat mensen het heel erg leuk vinden, maar die paarden staan hier ook gewoon voor hun rust. Ook zijn er vaak heel erg veel mensen backstage die ook best wel veel stress hebben. Omdat ze een show moeten geven, zijn dingen aan het voorbereiden. Dus dan is het gewoon fijn als je dat even soort van
buiten het zicht van bezoekers kan doen. Niet dat we hele geheim dingen doen. Maar het is gewoon fijn als je je in alle rust kan voorbereiden. Begrijp me niet verkeerd. Ik vind het altijd heel erg gezellig als ik kijkers zie. Maar soms wil je gewoon in alle rust even een soort van mentaal voorbereiden. Op je show bijvoorbeeld. Nummer 5, een struggle die ik zelf heb als ik gewoon zeg maar als bezoeker ga. Dat je meerdere shows tegelijkertijd wil zien. Stel je hebt 3 shows die je wil zien en ze zijn alle 3 op hetzelfde moment. Welke ga je dan kiezen? Ja, ik ben er nog steeds niet uit. Misschien alle 3 een stukje of zo. Of je moet echt gaan kiezen. Maar stel ik wil ze alle 3 heel erg graag zien. Wat doe je dan? Maar het gebeurt mij dus best wel vaak dat ik denk, oeh, die show wil ik zien. Oeh, die show wil ik zien. Oh, laat maar zijn tegelijkertijd. Nummer 6, een struggle die ik heb als ik weer zelf shows geef met Abby. Dat is namelijk dat ik door mijn eigen voorbereidingen shows van anderen niet kan zien. Stel Feline die moet voor mijn show geven. En die wil ik heel graag zien. Dan kan ik die gewoon niet zien. Omdat ik moet inrijden. Ik moet me klaarmaken. Ik moet Abby opzadelen. Dat soort dingen. Ik kan vaak de shows van andere YouTubers of evenementen waar ik ben. Kan ik niet zien. Tenzij ik het allemaal heel erg goed en strak plan. Op zo'n evenement waar ik Abby mee naartoe neem. Heb ik echt super veel te doen op een dag. Ook heel veel dingen backstage. Ik denk eigenlijk ja, nog meer backstage dan voor de schermen. Ik heb namelijk Abby die ik gewoon moet voeren. En dat doe ik vaak om een paar uur wat hooi erbij leggen. Ik geef haar dan gewoon muesli. Wandelen zodat ze niet de hele dag op stal staat. En natuurlijk heb ik ook een groom die dat kan doen. Maar die is soms ook bezig in de stand of zo. En ik vind het ook wel fijn om Abby zelf gewoon nog te zien tussendoor. Poetsen, opzadelen, inrijden, show geven. En dat soms 3 keer per dag. Nou ja, dan heb je nog natuurlijk meet and greets wat heel erg leuk is. En verder sta ik soms ook nog wel eens in mijn stand. Dus soms is het gewoon zo hectisch dat ik gewoon niet eens shows van anderen kan zien. Bijvoorbeeld volgens mij het eerste paar YouTubers live event heb ik denk alleen maar de laatste 10 minuutjes van de allerlaatste show gezien. Verder heb ik niks gezien. Gewoon helemaal niks. Omdat ik gewoon geen tijd had. Dus ja, dat is wel weer jammer als je zelf een show geeft. Maar ja, het is natuurlijk, je geeft zelf een show. Dus dat is echt super tof. En dat wil je eigenlijk ook niet missen, zeg maar. Dan waren dit mijn struggles op paarden evenementen. Laat zeker in de reacties weten als jullie nog andere struggles hebben meegemaakt op het horse event. Of andere paarden evenementen waar je naartoe bent geweest. Laat ook even in de reacties weten wat jouw oplossingen zouden zijn voor deze struggles. Abonneer ook beneden op de rode knop als je meer van dit soort video's wil zien. En druk even op het belletje als je een melding wil krijgen als ik een nieuwe video heb geüpload. Dat zou ik in ieder geval heel erg leuk vinden als je dat zou doen. Geef deze video een like als je deze leuk vond. En tot de volgende keer. Doei doei!